Geweldig. Dat is een wisselvallig seizoen, maar als je zo mag afsluiten, dan is het mooi. Voor mij is het echt mooi, ook met de supporters en met het team. En we waren zenuwachtig, helemaal ook omdat Stappos 1-0 voor stond, eerste helft. Maar goed, als je het zo afsluit, dat is gewoon geweldig. Gewoon geweldig. Ja, je zegt al, je wisselvallig seizoen. En je hebt die steun van het publiek, die voelde je wel altijd. Ja, dat voelde ik altijd. Het is gewoon geweldig. En elke keer als je voor het publiek mag spelen in Haakema, ja, dan dat doet toch iets met je. En je gaat altijd volle bak. Of het nou goed is of niet goed is. Het publiek blijft achter je staan. En dat vind ik mooi aan Haakema. En daarom dit is gewoon een geweldige club. En een mooie club om met een kampioenschap af te sluiten. Wanneer dacht jij dit seizoen van we gaan kampioen worden? Dat dacht ik eigenlijk vlak na de winterstop. Wij bleven maar winnen en concurrentie liet steeds punten liggen. Dus ja, toen had ik zoiets van dit mag niet meer misgaan. We hebben zoveel kwaliteit te lopen voorin. En als team waren we echt, ja, we werkten voor elkaar. Dus ik denk dit kon niet misgaan. Maar goed, je weet zelf ook, afgelopen weken begon ik toch een beetje te twijfelen. Maar vandaag gooien we de schroom uiteindelijk van ons af. En als... Hoorde je wat ze net zongen boven? Dat hoorde ik, maar die gasten die blijven altijd steunen. En straks lekker feest vieren met ze. En dan kruipen we naar huis. Gefeliciteerd. Dankjewel.